Gegroet dames en heren en welkom op onze 9e videosessie over de geschiedenis van de sinologie aan de hand van boeken uit onze bibliotheekcollectie op de Vereniging België-China. Vandaag zullen wij het hebben over een dun werkje getiteld The Poetry and Career of Li Po, dat verscheen in 1959 bij de uitgeverij George Allen and Unwin in Londen. De auteur van het werk is de Britse sinoloog Arthur Whaley, die een zeer fascinerende figuur was en die daarom niet mag ontbreken in onze videopresentaties. Arthur Whaley werd geboren onder de naam Arthur David Sloos op 19 augustus 1889 in het Engelse graafschap Kent als stellig van een voorname familie van Joodse afkomst. Zijn vader was David Frederick Sloos, een hoger ambtenaar en vooraanstaand econoom. Na middelbaar onderwijs genoten te hebben aan een van de oudste Britse kostscholen, de Rugby School, kreeg Arthur een beurs om klassieke talen te studeren aan de prestigieuze Universiteit van Cambridge. In 1910, na het behalen van zijn bachelor's, diende Arthur verder studies te staken omwille van een persistent probleem aan zijn ogen. Daarna werkte Arthur een tijdje voor een exportbedrijf, om in 1913 vervolgens een positie te krijgen aan het British Museum in Londen. Daar zou hij als Assistant Keeper of Oriental Prints and Manuscripts geheel op zichzelf klassiek Chinees en Japan studeren. Whaley was dus, net zoals de door ons eerder besproken Richard Wilhelm en Joseph Needham, een briljante sinologische autodidact. In 1914 veranderde Arthur, naar aanleiding van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, zijn Duits klinkende familienaam in Whaley. In die periode sloot hij ook vriendschap met de beroemde Amerikaanse dichter Ezra Pound, wiens in 1915 uitgegeven bewerking van klassiek Chinese poëzie, getiteld Cathay, een diepe indruk op hem maakte. In 1918 publiceerde Whaley zijn eerste grote bloemlezing van nooit eerder vertaalde klassiek Chinese gedichten, getiteld 170 Chinese Poems. Datzelfde jaar ontmoette hij ook de liefde van zijn leven, Beryl de Zoete, een danswetenschapster en orientaliste, met wie hij tot aan haar dood in 1962 een innige liefdesrelatie zou hebben, maar met wie hij nimmer zou trouwen. Whaley bleef in die periode zeer productief. In 1919 gaf hij een vertaling uit van de Yin Ying Chuan, een Chinees liefdesverhaal uit de 9e eeuw, en in 1923 publiceerde hij ook een introductie tot de studie van de Chinese schilderkunst. In 1929 nam Whaley ontslag bij het British Museum om zich voltijds toe te leggen op vertalingen waarmee hij internationale furoren maakte. Ook in ons eigen taalgebied trouwens. Zo had Whaley een grote invloed op de Nederlandse dichter Jan Jacob Slauwerhof, die zijn bundel bewerkte klassiek Chinese gedichten, Yong Pu Tsung uit 1930, baseerde op vertalingen van Whaley. Whaley was niet alleen geïnteresseerd in de Chinese letterkunde, maar was evenzeer gepassioneerd door de wijsbegeerte van het Rijk der Midden. In 1934 publiceerde hij een vertaling van de Tao Te Ching, dat, zoals we zagen in onze eerdere videosessies, een van de belangrijkste geschriften was uit het Taoïsme. De literaire waarde van het sinologische werk van Whaley werd in het Engels taalgebied enorm hoog ingeschat en zijn poëzievertalingen werden zelfs beschouwd als gedichten in hun eigen recht. In 1936 werd zijn vertaling van de Tang-dichter Bai Jui door William Butler Yeats opgenomen in de Oxford Book of Modern Verse. Aan de productiviteit van Whaley scheen geen eind te komen. In 1937 en 1938 richtte hij zijn aandacht op de Confucianistische klassieken en verschenen van zijn hand vertalingen van de Shijing en de Lunyu. In 1939 publiceerde Whaley vervolgens Three Ways of Thought in Ancient China, waarin hij de filosofen Zhuangzi, Mengzi en Hanfeize belichtte. Het is interessant om op te merken dat Whaley in het denken van die laatst vernoemde parallellen zag met de moderne totalitaire regimes zoals die zich toen op het Europese vasteland aan het vormen waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Whaley 4 jaar op het Brits ministerie van Informatie. Maar ook dat zou hem er niet van weerhouden sinologie van de bovenste plank te bedrijven en daarmee internationaal succes te boeken.
In 1941 gebruikte niemand minder dan de beroemde Duitse toneelschrijver Bertolt Brecht een van Wely's vertalingen in zijn theaterstuk Der gute Mensch from Sichuan. Een jaar later, in 1942, publiceerde Wely vervolgens een vertaling van de Xiao Ji, een populaire 16e-eeuwse Chinese roman getiteld Monkey, A Folktale of China. De literaire critici waren laaiend enthousiast over dit werk en niemand minder dan de beroemde dichteres Edith Sitwell noemde het A Masterpiece of Right Sound, of een meesterwerk van de juiste klank. Na de oorlog, in 1949, publiceerde Wely een monografie over het leven en werk van de eerder vermelde dichter Bai Tuyi, om in 1950 tenslotte het werk te publiceren dat wij vandaag in deze videopresentatie zullen bespreken, The Poetry and Career of Li Po. In The Poetry and Career of Li Po bespreekt Wely aan de hand van primaire bronnen de levensloop van een andere dichter uit de Tang-dynastie, met name Li Pai. Deze poëtische onsterfelijk of Shuxian, zoals de Chinezen Li Pai noemen, wordt vandaag beschouwd als de meest eminente figuur uit de literaire geschiedenis van China. Maar toch kunnen wij ons na lezing van dit werk niet van de indruk ontdoen dat Wely die gevoelens van adoratie niet deelde. Wely start zijn boek met te zeggen dat de exacte geboorteplaats van Li Pai ter discussie staat, maar op basis van nauwkeurig documentenonderzoek komt de auteur wel tot de conclusie dat de dichter in het jaar 701 geboren werd en dat hij opgroeide in de omgeving van de huidige stad Chengdu in de provincie Sichuan. Het boek beschrijft vervolgens hoe de jonge Li Pai zich reeds in zijn kindertijd ontpopte als een literair talent. Op 19-jarige leeftijd, zo lezen wij voort, trok Li Pai zich voor een tijdje als kluizenaar terug in de bergen. Daarna volgde een periode waarin hij door het rijk rondtrok en steden als Zhejiang, Luoyang, Nanjing en Yangzhou bezocht. Hij zou nooit meer naar Sichuan terugkeren en verder een leven leiden als rondreizende bohemien. Volgens Wely werd dit zorgeloze bestaan bekostigd door familieleden langs vaderszijde die allen hoge rijksambtenaren waren. In 726 zien we hoe Li Pai vervolgens in het huwelijksbootje stapte met de kleindochter van oud-minister Xu Yuxi en dat hij na zijn trouw een tijdje op het familiedomein van zijn schoonfamilie vertoefde. Dat uitgestrekte landgoed, zo beschrijft Wely, lag in Anlu, nabij de huidige stad Hangzhou in de provincie Hubei. Wely merkt hierbij op dat Li Pai trouwens nooit zelf een eigen residentieel adres had en dat hij permanent logeerde bij familieleden en vrienden. Dit kommerloze bestaan beschreef Li Pai vele jaren later als, en ik citeer, Yi Cui Li Yue, Qing Wang Hou, Hainei Xian Hao, Qing Yun Ke. Wat door Wely in zijn boek vertaald wordt als We were drunk month after month, scorning princes and rulers. Among us were the wisest and bravest within the four seas, with thoughts high as the clouds. In Nederlandse vertaling betekent dit, we waren maandenlang dronken en betoonden minachting voor prinsen en heersers. Onder ons bevonden zich de meest wijze en dapperste mannen binnen in de vier zeeën, met gedachten zo verheven als de wolken. In 743, zo lezen wij verder in het boek, kwam een voorlopig einde aan het vaganten bestaan van Li Pai en was hij als hofdichter verbonden aan de Hanlin Academie, een soort letterkundig en administratief instituut dat secretariaatswerk en literaire opdrachten voor het keizerlijk hof uitvoerde. Op dat prestigieuze instituut bestond Li Pai's voornaamste taak erin officiële geschriften te redigeren en gelegenheidsgedichten te componeren naar aanleiding van festiviteiten en gebeurtenissen aan het hof. De positie van hofdichter stond in de toenmalige hogere kringen van de Chinese maatschappij niet echt hoog aangeschreven en Li Pai voelde zich volgens Wely niet naar waarde geschat. Aan de hand van het derde gedicht van de beroemde serie getiteld Yue Xia Tu Chuo, of Eenzaam Wijn Uitschenkend Onder het Maanlicht, beschrijft Wely hoe Li Pai wegvlucht in een dronken roes om op die manier te kunnen ontsnappen aan de verstikkende verplichtingen van het hofleven. Volgende verzen uit dit gedicht zijn bijzonder pakkend en ik citeer Cui Hou Shi Jian Di, Wu Ren Jiu Gu Zhen,
Puzhi, Youwushen, Zele, twee weeshen. Weili vertaalt in zijn boek deze verzen als: When I'm drunk, I lose heaven and earth. Motionless, I cleave to my lonely bed. At last, I forget that I exist at all. And at that moment, my joy is great indeed. In het Nederlands betekent dit: als ik dronken ben, verlies ik hemel en aarde. Roerloos kleef ik aan mijn eenzame bed. Eindelijk vergeet ik dat ik überhaupt besta. En op dat moment is mijn vreugde inderdaad groot. Weili beschrijft verder in zijn boek hoe drankmisbruik waarschijnlijk aan de oorsprong lag van Li Bai's ontslag als hofdichter in de herfst van 744. Omgeven door de pracht en praal van het hof en tussen de drinkgelagen door, waren er volgens Weili echter ook momenten van tederheid en ingetogenheid waarbij Li Bai enorme heimwee koesterde naar zijn kinderen. In 750 componeerde Li Bai een gedicht getiteld Qi Tung Lu Er Zhizi, of Een brief aan mijn twee kinderen in oostelijk Lu, met daarin een intriest vers over hoe zijn zoontje en dochtertje alleen moeten opgroeien. Ik citeer: Shuang Xing Tao Shu Xia, Fu Pei Fu Shei Lian. Weili vertaalt dit als: The two of them are walking underneath the tree. There is no one to stroke their hair to show them love. In het Nederlands betekent dit: ze lopen samen onder de boom. Er is niemand om hun haren te strelen om ze liefde te tonen. In de periode na zijn ontslag, tussen 745 en 753, verbleef Li Bai in het noordoosten van Henan, in de regio rond Kaifeng. Dit was volgens Weili een zeer productieve periode waarin een twintigtal van zijn beroemdste gedichten geschreven werden. Een heel belangrijk gedicht was Chang Qing Qiu of Breng de Wijn, waarin Li Bai zijn reputatie als drinkenbroer hoog hield in volgende verzen. Zhong Gu, Chuan Yu, Bu Zu Gui, Dan Yuan Chang Zui, Bu Fu Xing, Gu Lai Sheng Xian, Jie Ji Mo, Wei Yao Yin Zhi, Liu Qiming. Weili vertaalt dit als volgt en ik citeer: Bells and drums and fine food, what are they to me, who only wants to get drunk and never again to be sober. The saints and sages of all time are all stock and still. Only the mighty drinkers of wine have left the name behind. In het Nederlands betekent dit: klokken en trommels en lekker eten betekenen niets voor mij, die enkel dronken wil zijn en nooit meer nuchter wil worden. De heiligen en wijzen van weleer zijn allen doodstil en enkel de machtige wijndrinkers hebben hun roem achtergelaten. Uit het boek van Weili leren we vervolgens ook hoe belangrijke historische gebeurtenissen in het keizerrijk binnencijpelden in het werk van Li Bai. In de zomer van 751 werd het leger van het Hangrijk verslagen nabij de Xi'er rivier in de huidige stad Tali in Yunnan door het rijk van de Nanzhao. Tegelijkertijd leden de troepen van de Tang ook een nederlaag tegen de Abbasiden nabij de Talasrivier in het noordwesten van het huidige Kirgizië. Deze militaire campagnes en het massale verlies aan levens maakten een enorme indruk op Li Bai, die een gedicht wijde aan de waanzin van de oorlog getiteld Jan Chang Nan of Strijdend op de zuidelijke omwallingen. In dit gedicht staan vrede verzen en ik citeer: Wu Yuan Zhuo Ren Chang, Xian Fei Shang, Kwa Ku Shu Zhi. Weili vertaalt dit als: Crows and hawks peck for human guts, carry them in their beaks and hang them on the branches of withered trees. In het Nederlands vertaald betekent dit: kraaien en haviken pikken naar menselijke ingewanden en dragen ze mee in hun bek en hangen ze aan de takken van verdorde bomen. In de periode tussen 754 en 756 verbleef Li Bai in de huidige stad Zhizhou in de provincie Anhui. Hier schreef hij de liederen van Qiupu of Qiupuke, met daarin een aandoenlijk kort gedicht over het ouder worden. Ik citeer: Bai Fa San Qian Zhang, Yuan Chou Si Ge Chang, Bu Zhi Min Jing Li, He Chu De Qiu Shuang. Weili vertaalt dit als: My white hair, 30,000 feet. Because of my sorrows, it has grown as long as this.
but I cannot understand what I see in my bright mirror. From what place did it get it autumn frost? In het Nederlands betekent dit: mijn wit haar, 30.000 voet lang. Door mijn verdriet is het zo lang gegroeid. Maar ik kan niet begrijpen wat ik in mijn heldere spiegel zie. Van welke plaats kwam deze herfstvorst? In 755 werd het keizerrijk in chaos gedompeld door de opstand van de Sogdische generaal An Rokhan, of in het Chinees beter bekend als An Lushan. Deze opstand zou resulteren in de abdicatie van keizer Xuanzong ten voordele van zijn derde zoon, die de geschiedenis zou ingaan als keizer Suzong. Dit zou grote gevolgen hebben voor onze dichter. In 757 was Li Bai namelijk in de entourage terechtgekomen van prins Li Lin, de gouverneur van Lujiang, die hem aanstelde als een soort hofdichter. In het machtsvacuüm dat ontstond tijdens de burgeroorlog probeerde prins Li Lin van de gelegenheid gebruik te maken om zelf een onafhankelijk rijk op te richten in de regio ten zuiden van de Yangtze. Deze poging zou echter jammerlijk mislukken en na de terechtstelling van Li Lin werd Li Bai beschuldigd van hoogverraad en vervolgens op bevel van de nieuwe keizer Suzong gearresteerd om tenslotte in de gevangenis van Jiujiang opgesloten te worden. Dankzij de interventie van zijn echtgenote bij kanselier Cui Huan werd Li Bai niet lang daarna, in 758, op vrije voeten gesteld. Maar jammer genoeg zou Cui Huan niet lang daarna in ongenade vallen, met als gevolg dat Li Bai, omwille van zijn collaboratie met Li Lin, toch nog veroordeeld werd tot verbanning naar de stad Yelang, in de meest zuidwestelijke en primitieve uithoek van het keizerrijk. In 759, tijdens zijn tocht naar Yelang, kreeg Li Bai, ergens ten hoogte van de drie kloven of Sanxia, het bericht te horen dat zijn verbanning herroepen was en dat hij terug vrij was om te gaan en te staan waar hij wenste. In 761 probeerde Li Bai nog een aanstelling te krijgen als hofdichter in het gevolg van de generaal van de keizerlijke troepen Li Kuangpi, die in dat jaar een einde maakte aan de opstand van An Lushan. Op zijn reis naar Li Kuangpi's hoofdkwartier in de stad Linhuai in de provincie Jiangsu viel Li Bai in de stad Tangthu in de provincie Anhui ten prooi aan een ernstige ziekte die hem niet veel later fataal zou worden. En zo eindigt dan ook het boek, dames en heren. Zoals daar straks gezegd, krijgt de lezer vaak het gevoel dat Wei Li weinig sympathie had voor de figuur van Li Bai. In het besluit van zijn boek komt dit duidelijk tot uiting en ik citeer: "To the sufferings of the less privileged people, he was, it would seem, almost wholly indifferent. He appears in his works boastful, callous, dissipated, irresponsible and untruthful. It is clear, however, that those who met him were fascinated by his personality and instantly felt themselves to be in the presence of an extraordinary genius." In het Nederlands betekent dit: voor het lijden van de minder bevoorrechte mensen lijkt hij bijna geheel onverschillig. Hij verschijnt in zijn werken als snoeverig, ongevoelig, verdwaasd, onverantwoordelijk en onwaarachtig. Het is echter duidelijk dat diegenen die hem ontmoeten gefascineerd waren door zijn persoonlijkheid en dat zij zich onmiddellijk in de aanwezigheid van een buitengewoon genie waanden. Na de publicatie van zijn studie over Li Bai mocht Wei Li verschillende hoge onderscheidingen in ontvangst nemen. In 1952 werd hij vereerd met de eretitel van Commander of the Order of the British Empire en in 1953 kreeg hij de Queen's Gold Medal for Poetry, een belangrijke poëzieprijs. En in 1956 tenslotte werd hij voor cultuurverdiensten opgenomen in de Order of the Companions of Honor. Toch bleef Wei Li niet op zijn lauweren rusten. In 1958 publiceerde hij The Opium War Through Chinese Eyes, het relaas van de opiumoorlog, maar dan volledig vanuit een Chinees standpunt verteld, op basis van primaire bronnen zoals dagboeken en getuigenissen. En in 1963 publiceerde hij tenslotte zijn laatste werk, The Secret History of the Mongols, een boek over Genghis Khan, de 13e eeuwse stichter van het Mongoolse wereldrijk, dat zich op zijn hoogtepunt uitstrekte van Zuidoost-Azië tot Oost-Europa.
Afgaande op de Mongoolse bronnen in dat werk had Weili over de jaren heen zich blijkbaar ook nog eens toegelegd op de studie van het klassiek Mongools. En dat, dames en heren, is nu net het meest fascinerende aan de figuur van Weili. Ofschoon hij zou uitgroeien tot een van de belangrijkste sinologen in de westerse wereld, zou hij zich nooit toeleggen op de studie van het gesproken Chinees en Japans. Ook zou hij nooit een bezoek brengen aan China of Japan, wat echt wel uitzonderlijk is gezien zijn bijzonder diepe voeling met de Aziatische cultuur. In 1966, een maand voor zijn overlijden aan kanker, zou Weili, al 76-jarige man, wel nog in het huwelijksbootje stappen met de Nieuw-Zeelandse dichteres Alison Grant Robertson, met wie hij sinds de 20er jaren een diepe vriendschapsrelatie opgebouwd had. Alison zou in 1983 een roman publiceren over haar relatie met Weili, getiteld A Half of Two Lives. Alison zou haar echtgenoot lang overleven en zou pas in 2001 komen te overlijden op de gezegende leeftijd van 100 jaar. En zo, dames en heren, eindigt onze videopresentatie over Arthur Weili. Een topsinoloog die geen gebenedijd woord Chinees sprak, die nooit een voet in China zette, maar die er toch in slaagde de klassieke Chinese schrijftaal als geen ander te beheersen en de westerse sinologie te verrijken met onsterfelijk mooie vertalingen van de prachtigste Chinese gedichten uit de geschiedenis van de Chinese literatuur. Collega Cynthia de Bruyker en ikzelf hopen dat u van onze sessie genoten hebt en wij kijken er naar uit u binnenkort in goede gezondheid te mogen begroeten bij ons op de Vereniging België-China.